Weerbericht is natuurlijk altijd leuk om te presenteren, denk ik, Maurice. Maar met dit weer is het natuurlijk helemaal een feestje. Uh, ja, die foto achter jou, dat is het onderwerp dat ik graag even met je bespreek vandaag. Want alle auto's liggen onder een, een, een poederlaagje geel stof. Uh, vroeger dacht ik of zou ik gedacht hebben dat is Sahara zand. Ja. Maar dat kan niet, hè? Want nee, ik denk heel goed. veel mensen die denken inderdaad van, het is Sahara zand wat op de auto ligt, maar het zijn pollen, stuifmeel. En dan uh, krijg je dit soort plaatjes en als je hem dan denkt van, ik breng hem naar de wasstraat. Ja, de dag daarna dan zit hij er toch wel weer onder. En dat heeft allemaal mee te maken dat vooral s'nachts de atmosfeer wat tot rust komt. En al die pollen die in de lucht zweven, het stuifmeel, dat komt dan allemaal op de grond terecht en op de auto's. Nou, het vrij rustige en zonnige weer, wat ervoor zorgt dat heel veel planten en bomen tot groei komen, Dat uh, is het hoge drukgebied wat al een tijdje bij ons in de buurt ligt. En dat zorgt ervoor dat uh, vrij veel uh, zachte lucht vanuit het con Europese continent naar onze omgeving toe komt. Nou, niet alleen zachte lucht, maar ook vrij veel pollen en stuifmeel vanuit Duitsland. Het lage drukgebied dat ligt wel bij ons in de buurt en zal ook wel wat buitjes gaan veroorzaken vandaag. En dat zorgt er dan voor dat een aantal auto's schoon worden gespoeld. Maar er zijn ook heel veel uh, ja, hooi die daar uh, ook wat profijt van hebben. Uiteindelijk die oostelijke stroming die zorgt er dus ook voor dat er heel veel pollen in de lucht zitten en heel veel ook overlast wordt ondervonden door hooikortspatiënten. Vooral landinwaarts is dat het geval. Richting de kust vind je normaal gesproken wat verlichting. Maar omdat we dus een aflandige wind hebben, hebben ook die mensen aan de kust nog heel veel problemen met pollen en ja, hooikorts. Klopt, ik woon daar en uh, ook bij mij thuis zijn inmiddels alle sprays en pillen weer uit het medicijnkastje gehaald. Um, uh, het varieert een beetje welke plant de boosdoener is. Ja, nu zijn het dus Duitse pollen, begrijp ik. Maar... <laughs> ja, voornamelijk inderdaad pollen vanuit uh, andere landen. Maar ook bij ons bloeien ze heel erg. Voornamelijk de grassen. Ja, het uh, fluitenkruid dat is een hele bekende die heel veel uh, allerg allergische reacties veroorzaakt bij mensen. Maar ook uh, de vossenstaart is daar eentje van, een grassoort. Ja, en die grassoorten komen meestal zo eind april, begin mei tot bloei. Wat we ook zien op de pollenkalender van Poller News. Ja, Vooral eind april, begin mei komen dus die grassoorten tot bloei. Samen met de weegbree en de zuuring. En daarbij hebben we ook nog te maken met een aantal berken die nog steeds in bloei staan. Wat ook een hele heftige allergische reactie bij een aantal mensen kan veroorzaken. Nou, dus we zitten midden in het pollenseizoen. Nou, die berk ziet er dan zo uit. Het staat ook in heel veel woonwijken. Ja, en die katjes, die herken je misschien wel. Ja, daar staan ook geregeld auto's onder. En dan komt die auto helemaal onder de pollen te zitten. Ja, goed. Dus autowassen is in ieder geval zonde van je tijd. Dat mag duidelijk zijn.